Heb je een SOA, dan is het belangrijk dat je je sekspartners waarschuwt. Het gaat om alle mensen met wie je de laatste 6 maanden seks hebt gehad. Bekijk in dit filmpje hoe Jeffrey zijn vriendin vertelt dat hij gonorreu heeft. Schat. Ik moet je iets vertellen. Ja. Ik heb je toch verteld dat ik laatst naar de huisarts moest. De huisarts? Met klachten. Met klachten? Ja. Wat is er aan de hand? Met plassen. Prostaatkanker? Nee. Nee. Zeg het maar. Ik heb gonorreu. Gonorreu? Ja, een druiper. Een druiper? Maar dat is een SOA. Ja, dat is een SOA. Hé, maar we zijn al 2 jaar samen en ik heb geen SOA. Nee. Vertel. Ja, we hadden een gezellige avond met de jongens. Voetbalavond was het volgens mij. En ja, dat... Op een gegeven moment kwam er een meisje bij zitten en het was gewoon heel erg gezellig. Ze flirtte met me en ja, ze vond me leuk. Ze vond je leuk? Nou, sorry hoor, maar wat, wie ben jij? Ik, serieus. Bedoel ze, je hebt mij toch? Waarom kies je er überhaupt voor? Ik koos er niet voor. Het gebeurde gewoon en... Oké, okay, dus jij pakt nu gewoon de eerste beste griet die op jouw dronken kop afkomt. Nee, dat is helemaal... En je gaat gewoon gelijk. Nee, dat is helemaal niet zo. Ja, het liep gewoon zo. Het was gewoon ontzettend gezellig en van het een kwam het ander. Dus nu heb ik ook gonorreu. Ja, dat weet ik niet. Het zou wel kunnen. Ik heb er echt nergens nog last van, dus. Dat nee, de huisarts zei dat het ook. Dat je helemaal geen klachten hoeft te hebben als je gonorreu hebt. Maar dat je alsnog besmet kunt zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat jij je nu laat testen. Ik wil helemaal niet zo stom als SOA testen. Ik bedoel zo van, als ik nu er zo bij nadenk, ben jij gewoon vreemd gegaan zonder ook maar iets te gebruiken. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb wel veilig gedaan. Alleen de condoom is gescheurd. Ja, hou op. Ja, duidelijk. Laat jij het testen? Het gaat om jouw gezondheid nu. En als de tijd terug kon draaien, dan had ik dat gedaan. Ja, ik ga het doen. Ik ga het doen. We kunnen morgen een afspraak maken bij de huisarts of de SOA-poli. En dan is het heel belangrijk dat je vertelt dat je gewaarschuwd bent voor gonorreu. Wil ik met je meegaan? Ik weet het niet. Ik weet echt niet wat ik wil. Ik bedoel zo van, je gaat met iemand anders, je gaat gewoon vreemd. Ik heb gewoon nu een man die vreemd gaat. En ik heb blijkbaar dus een SOA. Ik heb een man met een SOA. Ik wil je niet kwijt, maar ik wil die SOA niet. Spijt me. We kunnen dit samen doen. Je ziet het. Zo kan het gaan. Doe het gewoon. Waarschuw je partners. Dan kunnen zij zich ook laten testen en zo nodig laten behandelen. En voor de toekomst, zorg dat je geen SOA krijgt. Vrij veilig.